in het vertaaltheater. Ja. Oh ja, nee. En je mocht die kinderen staan? Ja. We zijn hier vandaag op het afsluitmoment van de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen. 25 kinderen van Genk, 10-jarigen tot 12-jarigen, hebben gedurende enkele maanden 10 boeken gelezen. En ze hebben daar ook een boek uit genomineerd, wat het beste boek is, wat zij willen voordragen voor de prijs van beste kinderboek van Vlaanderen. En we zitten hier vandaag samen om via een quiz dit ook verder te weten te komen. Maar alleszins, het is een ideale manier om kinderen met boeken in aanraking te laten komen, hun te stimuleren om te lezen en vooral ook in kleine groepjes te laten debatteren over boeken, over wat ze goed vinden aan het boek, wat ze minder goed vinden aan het boek. En zo weten we dat we ook zo op die manier verdere competenties aanscherpen, namelijk, want debatteren, maar ook lezen, dat heb je verder nodig in je latere leven. We hebben in de 3600 ons stadsmagazine een oproep gedaan om kinderen uit te nodigen om deel te nemen aan de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen. En daar hebben spontaan 25 kinderen op gereageerd uit het Genkse. En de groep is ook heel divers, iets meer meisjes dan jongens. Ik vond het boek Spinder het leukste. Je kan het heel vlot lezen en het was ook een heel leuk verhaal. En ja, er waren ook heel leuke personages bij en een heel leuk avontuur. Ik vond het boek De Chronieken van Soy Molenwieken het beste. Het heeft een hele mooie dialoog en het is ook een heel goede verhaallijn. Daarom vond ik dat ook eigenlijk het echt beste boek. Yes, yes, yes.